Nou, ontspannen zit ik hier niet hoor. Mijn bordje is al nat. Van de zweethanden. Krekels. Klein beetje peper erbij. Dat is het eerste broodje helemaal top voor jou. Jammer dat jij het ook hebt. Ja. Integendeel, dat biedt vaak zelfs mogelijkheden om tegen lagere koersen aandelen bij te kopen. En dat kan op lange termijn juist weer goed zijn voor je eindresultaat. Dom. Ja, dit is een strikvraag. Precies. Tesla is veel meer dan alleen auto's. Ja. Ja, ik dacht, ik moet hem ergens een voorsprong op je pakken. Hè? Dat is ook wel een risico nemen. Soms moet je ook met beleggen een risico nemen. Dat zou je misschien verwachten, want Volkswagen bestaat natuurlijk al veel langer dan Tesla. Maar op de beurs is Volkswagen zo'n 70 miljard waard en Tesla maar liefst 185 miljard. Besef wel dat Volkswagen al jaren winst maakt en dat kunnen we van Tesla nog niet zeggen. Dus wil je de finish halen, spreid dan je beleggingen in autoaandelen. Lul. Jij keek gewoon maar. Ik heb... Ja, maar dat is ook wel zo. Korte sprints winnen is natuurlijk wel lekker voor het gevoel, maar uiteindelijk gaat het om het eindresultaat. Ja, en die bereik je niet alleen met korte sprints. Het gaat erom dat je consequent weet te presteren. Oh, je begint gelijk. Ja, het is een halve vierfies. Kom maar gelijk met de kotsbak hoor, want dit gaat hem niet worden. Hij mag hem zelf openmaken. Veel plezier. Ja, ik weiger. Tada! Het begint goed met pindakaas en jam. En dan krekels. En een klein beetje zout. Die crisp. Het smakelijk. Dankjewel. Het is huisbaar. Gadver. Hier, maar door. Nu ga ik echt niet eten.